Ik ben in 1944 geboren, vandaar dat ik de jaren 60 bewust heb meegemaakt. Ik heb er ooit een lied over geschreven voor Adele Bloemendaal. Dat draag ik ook aan haar op. En het heet dan ook De Jaren 60. De jaren 60 en de dingen die je deed en die je later ging, omdat ze niet meer hoorden. De zwarte kousen, net zoals de witte boorden. Want de liefde en de vrijheid gingen in spijkerpak gekleed. In de tijd dat Gerard Reven nog een ezeltje bereed en dat Johnson Vietnamese liet vermoorden. En er waren zoveel mooie nieuwe woorden. Mescaline, meditatie, happening en demonstratie. Rode bloemen waren wij van de natie, waren wij. De jaren 60, de idealen kwamen vrij. De jaren 60 en de dromen die je had, en door die dromen werden steeds meer mensen wakker. Een goede vriend werd nu een kameraad, een makker die precies als jij uit overtuiging op de tramrails zat en met wie je achteraf jezelf gebakken hashcake at. Want de nieuwe mens was ook een warme bakker. En een uil was hoogstens nog een volksverlakker, want het ging niet om de centen. Koosje Koster deelde krenten en je haatte de regenten als de pest. De jaren 60 van poëzie en van protest. De jaren 60 en de toekomst die je zag en die je hoorde in de stem van nieuwe leiders. Met Roel van Duin en Rudy Dutschke als bevrijders van consumptie en conventie en confessioneel gezag. Toen je leerde te begrijpen waar het allemaal aan lag. In de roes van allerlei pupilverwijders. Met de makkelijke kijk van motorrijders. En Bob Dylan die verwoordde wat met je gevoelens spoorde. Bij je lange haren hoorde en je huid. De jaren 60. Een nieuwe lente van geluid. De jaren 60 en wat kwam ervan terecht? Misschien niet veel als je het kritisch gaat beschouwen. Want mensen kunnen niet zo lang van elkaar houden en een aantal wil niet beter of gewoon alleen maar slecht. Steeds meer medestrijders staakten met de jaren het gevecht, gingen aan de doop of carrières bouwen. En de meesten gingen toch tenslotte trouwen. En zo eindigt het wonder. En soms leid je daar nog onder. Maar het was en blijft bijzonder, wonderschoon. De jaren 60. Maar hoe vertel ik het mijn zoon? Het tweede is een lied en dat gaat over mannen met macht. De chemisch directeur is ook een heer, doorkneed in commerciële strategieën. Maar als hij 's avonds thuis komt, draait hij Bach. Want hij heeft veel waardering voor genieën en 's zondags werkt hij graag wat in de tuin. De firma heeft zich onder zijn beheer ontwikkeld en ontplooit als nooit tevoren. Dus soms een klein productiefoutje mag, omdat hij bij de beste wil behoren. En dan wordt alles in de omtrek bruin. Mannen met macht, krachtige kinnen, mannen die stellen dat afmaken hoort bij beginnen. Mannen die spelen, maar altijd om geld en alleen om te winnen. Mannen met macht, binnen is binnen. De wapenhandelaar heeft goede smaak, genoeg voor culinaire heerlijkheden. Kapoen à la Marengo, ossenhaas. En ook zijn pakken zijn perfect gesneden. En zijn vriendin draagt enkel haute couture. Zijn handel is vanzelf zijn eigen zaak, maar vuile handen hoeft hij niet te maken. En hij is in de regel niet zo dwaas om met het wetboek in conflict te raken. Ook zijn chauffeur gaat voor hem door het vuur. Mannen met macht, mannen die durven, mannen die denken in termen van koppen en lurven, mannen die slachtoffers maken en laat al die softies maar turven,
mannen met macht, niet te vermurven. De staatsman laat zich voorstaan op het beeld dat hij de media heeft opgedrongen. Een leider met een machtverbeeldingskracht. Niet gek voor een gewone volkse jongen die niets meer meebracht dan een beetje brains. Hij heeft opnieuw de wereld ingedeeld en zelf alvast het grootste stuk genomen. Want wie als eerste komt, als eerste lacht. Laat nou de rest maar met protesten komen. En God is het volledig met hem eens. Mannen met macht, sterke figuren, mannen met ogen als glas achter barse monturen, mannen die vrienden verkopen, zo goed als ze vijanden huren, mannen met macht die ons besturen, mogen besturen, blijven besturen, mannen met macht. Tot slot twee sonnetines, dat is een klein vormpje, het is eigenlijk een Shakespeare sonnet, maar dan minus één kwatrijn. Het eerste staat ook in het boekje, het heet Voetenwerk en het sluit een beetje aan bij de jaren 60. Voetenwerk, ooit lag de wereld, dachten wij, aan onze voeten en lag daar goed, waar waren wij van overtuigd. Inmiddels is het duidelijk te vroeg gejuicht. Wij weten niet meer wat wij met die wereld moeten. Nu onze neiging om te schoppen lijkt verdwenen en plaatsgemaakt heeft voor het brave compromis, kijken we achterom met lichte nostalgie en bij momenten best ook wel met kromme tenen. Want na het zoet van Sturm und Drang komt het bezuren. De tijd is een genadeloze pedicure. Ten slotte, we gaan weer de herfst in. Vandaar winterslaap. Zo'n egeltje dat in november slapen gaat en dromend alles mist. De Sint als kreupelrijmer, de kerstcommercie en het oudejaarsgemijmer, de nieuwjaarsborrels en de nieuwjaarsleuterpraat, fantastisch toch? En wat hem verder blijft bespaard, sneeuw, ijs en hagelbuien, bibberen en rillen en carnaval, zoiets zou u toch ook wel willen? Pas als de lente terugkomt in de loop van maart, ontwaakt hij fit en fris na bijna 20 weken. En daarna gaat hij een verkeersweg oversteken. VPRO Poëzie draait helemaal om Nederlandse en internationale poëzie. Je vindt niet alleen interviews en portretten van dichters, maar iedere week lichten we ook een ander gedicht uit. Maak kennis met dichters en de mooiste poëzie en vergeet je niet te abonneren om geen enkele video te missen.